Mike Teunissen, de WK-selectie van Nederland is net uit, maar ik mis eigenlijk een naam. Ik mis er wel een aantal, moet ik zeggen. Ja. Hoe zit dat? Dan kun je het best aan Koos vragen. Nee, ja, kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk heel veel goede jongens. En het moet natuurlijk ook een beetje een verschillende samenstelling hebben. En dit zijn de namen die gekozen heeft. Daar zit ik helaas niet bij. Had je erop gerekend, op een selectie? Niet gerekend, wel gehoopt. En ja goed, is dat nieuws dan wanneer tot jou gekomen? Ik heb natuurlijk wel wat contact met Koos. Maar hij liet vanmorgen weten dat de selectie eruit ging komen en dat ik er niet bij zat. En ja, wat heb je gevloekt? Wat heb je gedaan? Dan had ik meer moeten laten zien. Dus er zit niks anders op dan accepteren. Ja, maar laat ik het dan zo zeggen. Van de week zag ik jou, Dylan van Balen en Mathieu van der Poel samen bovenkomen. Ik denk, nou, hier worden al plannen gesmeed. Maar is dat ook gebeurd eigenlijk? Ja, plannen voor Parijs, maar niet voor het WK. Nee, ja, goed. Je bent er dus niet bij. Is het dan heel simpel, oké, dan had ik meer laten moeten zien? Of ja, baal je toch wel? Ja, nee, wat ik zeg. Kijk, uiteindelijk had ik er graag bij willen zijn. En ik denk dat ik ook wel een prima rol had kunnen spelen. En ik kan goed met Mathieu en Dylan opschieten. Ik denk dat ik wel nog bepaalde dingen kan doen. Aan de andere kant, kijk, Koos kiest nu voor jongens als Pascal. Ja, die rijdt natuurlijk ook supergoed. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het dat onterecht is. Plus, wat ik zeg, hij kiest voor andere jongens met een andere rol. Ja, daar kan ik ook niet van zeggen. Daar hoor ik bij. Dus in dat opzicht kan ik mij daar prima in vinden. En dan is het gemakkelijk, dan moeten we de benen spreken. Hè? Dus hij zei ook al, laat vandaag maar zien. Dus goed, dat zullen we maar proberen. Je zegt net al, ik mis nogal een paar namen. Wie had je nog meer in de selectie verwacht die er niet in zitten? Ja, zeg maar andere jongens die een beetje dezelfde kwaliteit hebben als ik. Ieder Schelling, Sjoerd Baks, Danny van Poppel, dat soort jongens. Ik denk wel dat dat wij allemaal aan een rol kunnen spelen. Maar ja, aan de andere kant, goed, de jongens die er nu bij zijn, die zijn ook zeker niet slecht. En die hebben allemaal een duidelijke taak. Dus ik kan me daar prima in vinden. Grootste verrassing voor misschien het grote publiek is toch wel de combi Olaf Kooi, Mick van Dijken. Hoe kijk jij daarnaar? Dat een hele sterke combi is. En de kans is aanwezig dat Mick er wel op voorspraak van Olaf bij is gekomen. Maar Mick reed ook heel goed NK, is nu bezig op hoogte. Ja, je kan er wel zeker van zijn dat die op de afspraak gaat zijn. Dus ik denk wel dat dat niet onterecht is. Olaf is natuurlijk veel meer dan een sprinter. Maar als ik de verhalen geloof, moet het wel een slagveld daar in Glasgow. Kan hij dan mee in de finale? Dat gaan we meemaken. Ja goed, in Nederland, of het NK was ook een slagveld. Kon hij ook overleven. Dus Olaf is ontzettend getalenteerd. En het wordt zeker een uitdaging. Maar hij mag het laten zien. Hè. Tot slot, hoe groot is de kans op een Nederlandse wereldtitel? 50%, of wel of niet. Dankjewel, Mike.